VRT Sandbox, dat is de voordeur voor start-ups om samen te werken met VRT en al haar merken. Intrapreneurship is een onderdeel van VRT Sandbox, waar we eigenlijk op zoek gaan naar VRT'ers met ideeën. Dat kunnen content-ideeën zijn, dat kunnen technologische ideeën zijn. En waar we gaan bekijken, kunnen we hen op een of andere manier ruimte geven, zowel qua tijd als qua financiën, om dat idee groter te maken. Wat dat heel tof is om te zien, is dat mensen met ideeën zitten die ze heel dikwijls niet kwijt kunnen. Ze zitten daar soms al maanden of jaren zelfs mee, totdat je vraagt van kijk, wat als we dit idee, als we daar nu eens effectief tijd voor gaan maken, als we daar ook een budget tegenover zetten om dat te realiseren. En dan zie je mensen helemaal openbloeien, omdat meestal zijn dat ideeën waar ze echt van wakker liggen, waar ze echt iets mee willen gaan doen. OnHertz is zo'n voorbeeld, bedrijf van Renault Schoonbrood, dat is een medewerker van VRT die met een geweldig idee zat, maar daar vooral na zijn uren op aan het werken was. Hij wilde eigenlijk een radiostudio, die nu heel groot en log is, bouwen in een tablet. Radio 2 Limburg. Uiteraard een mengpaneel om al die bronnen samen te mengen. Een telefoon om luisteraars of de weerman te bellen en natuurlijk transmissie, audiotransmissie naar de hoofdstudio. Ik had een idee van een radiostudio te maken op een tablet, maar eigenlijk ik ben een technische persoon. En het feit dat de Sandbox heeft mij in contact gelegd met presentator, heeft enorm geholpen om mijn idee meer concreter en echt de juiste functionaliteit in het product te brengen. Tim van Lier is iemand die bezeten is door alles wat dat met onderwijs te maken heeft en hoe dat wij onze programma's van VRT naar het onderwijs kunnen brengen om het daar aan leerlingen en leerkrachten te geven. En een van zijn ideeën was, kunnen we een edubox bouwen? Ja, de edubox en onze eerste versie die gaat over data in de pers. Een heel boeiend nieuwe thematiek binnen de journalistiek. Ja, het idee voor edubox is eigenlijk wel een grappig verhaal, want ik was dan aan het lunchen met mijn collega Philippe Vassenakels en we doen dat wel regelmatig. En dan hadden we zoiets van, ja, we willen iets doen voor het onderwijs, voor educatie, want dat staat in onze beheersovereenkomst. Ja, we hebben die gelezen. We hadden zoiets van, ja, we gaan niet zomaar een televisieprogramma maken. We willen iets anders. En we zijn op het idee gekomen van een fysieke doos, waar op een heel toffe, leuke, hands-on manier iets overbrengen naar de jongeren toe, in de klas zelf. Wanneer we aan het ontwerpen en aan onze doos aan het maken waren, wilden we testen. Maar natuurlijk, als je goed wilt testen, heb je meer materiaal nodig. En dat heeft VRT Sandbox eigenlijk ons geboden. Ons gewoon nog meer die middelen geven om dat product nog beter te maken. Ik ben ervan overtuigd dat er nog een pak ideeën liggen waar we nu nog niks mee doen. Die zitten daar in de koelkast. Wij willen er in de toekomst ruimte voor maken om die ook te laten groeien. En ik ben ervan overtuigd dat we vanuit de kracht van de VRT, van de VRT-medewerkers, dat we daar nog fantastische ideeën uit kunnen halen.